Oké, welkom terug. Dus voor de video van vandaag zou ik even heel snel willen uitleggen waarom ik advertenties geactiveerd heb op mijn YouTube-kanaal. Dus ik heb al een. Ik loop tegen de 500 leden aan en ik heb nog maar recentelijk de advertenties geactiveerd. En eigenlijk op zich, die advertenties die brengen zeker niet veel geld op. Dat is eerder iets in de zin van. Ik denk dat ik momenteel net onder de 10 euro per maand zit. Dus dat is eigenlijk een verwaarloosbaar bedrag. Zeker als je kijkt naar, ik denk qua energie en qua kost dat er in het maken en beheren van zo'n YouTube-kanaal komt. De grootste kost is eigenlijk de tijd die je er zelf in investeert. Dus dat gaat echt over tijd. Materiaal, je kan met een smartphone kun je al. Heel veel bereiken op YouTube, kun je al heel veel van alles wat er gefilmd moet worden, kun je eigenlijk het meeste via je smartphone filmen. Zelf ben ik ook al een tijdje voornamelijk met de smartphone aan het filmen. Dus op zich, qua investeringen van materiaal is dat vrij beperkt. Je hebt ook, als smartphone niet volstaat, heb je ook een aantal compact camera's die heel betaalbaar zijn, die heel veel opties bieden voor het maken van film. Dus, en als je gewoon kijkt naar zo'n echte YouTube, grote YouTube-namen, meestal hebben die geen superduur materiaal. Er zijn een paar uitzonderingen die zo de next level, die met van die RED-camera's werken. Dus dat is echt productiemateriaal. Maar dat is eigenlijk allemaal overkill voor YouTube. Zeker als je bedenkt dat. Content op YouTube wordt vooral bekeken via telefoons die dan vaak nog niet eens een Full HD-scherm hebben, dus die vaak 27p. Sommigen hebben dan wel al Full HD. De iPhones hebben Retina-schermen, wat dan overeenkomt met Full HD. Of net iets meer dan Full HD, geloof ik, om correct te zijn. Maar dus meestal wordt die content toch niet op de allerhoogste resoluties bekeken. Nu, de argumenten dan die mensen aanhalen is dat dan door het in dat ze de content opnemen en bewaren en dat wel klaar hebben voor de toekomst. Want in de toekomst 4K-schermen worden altijd maar meer en meer verkocht en haalbaar. Dus naar de toekomst toe kan dat wel interessant zijn, maar zeker de dag van vandaag en voor mijn kanaal ook. Ik neem alles op in 1080p en Full HD. Dus voor mij is dat voldoende. Dus ik heb niet echt grote kosten. Maar ik heb het wel geactiveerd omdat ik onlangs, dus ondanks dat ik niet veel kosten heb, heb ik het toch geactiveerd. Omdat ik ook een podcast begonnen ben. En die podcast, eigenlijk om die online te zetten, heb je een aantal opties. Ik heb die opties allemaal bekeken. En het moeilijkste bleek, of ja, moeilijk is niet het correcte woord, maar het meest arbeidsintensieve, dus naast opnieuw de tijd die kruipt in het maken van je podcast natuurlijk. Zoals je ook de tijd hebt die kruipt in het maken van je video's, heb je ook de tijd nodig voor het maken van de podcast. Het is een podcast over fotografie. Maar daar, ik zal er straks meer over vertellen, maar daar, hetgeen dat mij daar geld kost, is eigenlijk een licentie voor SoundCloud. Dat is een platform om muziek te delen. Dat is vooral gemaakt voor mensen die muziek maken, dus niet zozeer voor podcasts en dergelijke meer, maar je kan het ook heel goed gebruiken voor podcasts. Als je geen zo'n service gebruikt zoals SoundCloud, dan komt er eigenlijk op neer dat je je MP3 moet maken of ja, je geluidsbestand moet maken en vervolgens zelf online plaatsen en dan naast dat muziekbestand ook nog een XML-bestandstructuur moet gaan bijhouden of een XML-bestand, een zogenaamde feed, een podcast-feed. Waarin dat dan referenties staan naar elke nieuwe aflevering. Daar komt het eigenlijk op neer. En op zich, ik ben een programmeur van beroep, dus ik heb wel de technische capaciteiten om zo'n XML-bestand aan te maken en te beheren. Maar het is mij gewoon te omslachtig om het allemaal zelf te doen. En te gevaarlijk ook om er fouten in te gaan maken. Dus heb ik beslist om toch met SoundCloud te gaan werken. Omdat ze als grote voordeel. Dus je hebt, ik geloof dat je gratis 3 uur kunt uploaden aan muziek of aan podcast. En dat je met de goedkoopste licentie. Dus je hebt dan eigenlijk zo goed als alle features. Alleen ben je wel beperkt tot 3 uur. En dan heb je de goedkoopste betalende feature is iets van 6 of 7 euro per maand. En dan kan je 6 uur gaan uploaden. Dat is niet maandelijks, dat is echt 6 uur in totaal voor je account. Dus dat was nog niet voldoende, want mijn podcasts zijn afleveringen van rond de 20 minuten allemaal.
Dus dat zou mij te veel beperken, zeker op de lange termijn. En ik heb ook geen zin om de podcast telkens te... Ik zou kunnen telkens de oude afleveringen gaan verwijderen. Dat zou een optie zijn, maar ik hou ze liever allemaal online. Dus dan bleek alleen de SoundCloud Pro feature een optie. En dat is denk ik, was het 9 euro per maand, iets in die zin. Dus dat komt ongeveer overeen met hetgeen dat ik met mijn YouTube-video's ontvang op dit moment. Dat gaat eigenlijk meteen weg naar mijn SoundCloud-licentie. Maar ik ben wel blij dat ik die kan gebruiken, omdat dat eigenlijk het grote werk van de podcast naast het opnemen is het tweede grootste werk, het uploaden en beheren van uw feed eigenlijk. Dat dat volledig geautomatiseerd is op dit moment. Ik kan gewoon in SoundCloud een upload aanmaken. En mijn RSS-feed, dat is, waarop dat uw podcast gebaseerd is eigenlijk. De RSS-feed is dus het XML-bestand waar ik van sprak, waar al uw afleveringen in terechtkomen. Dat wordt dan automatisch geüpdate. Dus voor de mensen die zich zouden afvragen van oké, okay, waarom wordt hier eigenlijk geld gevraagd? Of waarom zijn die advertenties hier verschenen? Wat gebeurt er met dat geld? Over hoeveel geld gaat dat? Ik probeer zo transparant mogelijk te zijn. Bij deze is bekend, het gaat hem over heel weinig geld. En het wordt meteen gebruikt voor mijn podcast. Over die podcast nog heel snel. Dus het is een podcast over fotografie. Ik ben eigenlijk begonnen. Ik zit aan de zevende aflevering, denk ik, van de podcast. Ik probeer elke week één aflevering online te plaatsen. Ik ben er eigenlijk mee begonnen omdat ik op zoek was naar podcasts. Ik volg een aantal podcasts over meer technische onderwerpen. En over fotografie vond ik er heel weinig in het Nederlands. Eigenlijk, ik vond er maar één. Van Gijs de Koning, dus die kan je zeker ook opzoeken. Ook een heel interessante podcast. Die heeft iets meer aflevering nog dan mij. Die gaat er aan iets hoger tempo. Maar die is rond dezelfde tijd wel begonnen als ik. Die zit al aan aflevering 16, geloof ik. Of iets in die zin toch. Die zit al een pak verder. Maar ook heel interessante content. En mijn podcast bestaat vooral uit... ik ben begonnen met het uitleggen van het concept. Wat ik allemaal ben gaan... eigenlijk komen te grote lijnen overeen met wat ik hier in mijn video's breng. Dus het gaat dan echt over leren fotograferen. De podcast is zo opgezet dat als je begint bij de eerste aflevering, en dat is ook een van de redenen waarom dat ik zeker alle afleveringen wil behouden. Als je begint bij de eerste en je volgt die tot op het einde, dan ga je eigenlijk gaandeweg leren fotograferen. Dus nu hebben we bij de eerste 4 afleveringen, denk ik. Dus ik heb eerst een intro gegeven, dan heb ik een aflevering gemaakt over... het herkennen van de belichting. En dan ben ik begonnen met de 3 parameters van de belichting. Dus de ISO-waarde, de sluitertijd en diafragma-waarde. En de balans daartussen. Het stopsysteem heb ik nog niet uitgelegd. Heb ik wel al een paar keer aangeraakt. Maar daar zal ik ook nog wel een aflevering rond maken. Dus oké, het zijn wel technische podcasts. Heel vaak technisch toch. Ik probeer ook over niet super technische dingen te spreken. Maar ga zeker eens luisteren naar de laatste of een van de eerste podcasts. Om een idee te krijgen en zeker lid worden als het interesseert. Ik hou ze zo kort mogelijk. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik probeer er ook een chronologie in te steken. Ik denk dat dat de belangrijkste kenmerken zijn. Dus een korte podcast van rond de 20 minuten. Over fotografie op een manier die eigenlijk vertrekt vanaf nul kennis over fotografie. Maar dat was het voor deze aflevering. Er volgt ook heel snel nog een update over mijn YouTube-kanaal. Maar voorlopig houden we het hierbij. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.